Nou, troeper, wat voor avonturen staan ons vandaag weer te wachten? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij verder gegaan in de Frontier Cavern. Zijn er een paar rare dingen geweest met Pikmin, tot we in één keer paars Pikmin kwijt zijn geraakt. En hebben dus onze trooper, laat ik hem Kevin noemen. Kevin! Ja, we noemen hem Kevin. Hebben we Kevin ontmoet. Kevin is onze trooper, want echt serieus, die heeft heel veel fire traps uitgeblazen. En hij is echt een goede trooper. En voordat ik de volgende Kevin ga, is er één ding nog eventjes gevraagd. Want ik vergeet het heel erg vaak, want er zit zoveel dingen in mijn hoofd op het moment dat ik bezig ben met opnames. Nogmaals, mijn excuses, mocht ik het vergeten. Maar iedereen die in januari jarig is, van harte gefeliciteerd. En volgens mij ben ik ook december ben ik volgens mij vergeten. Volgens mij ben ik... In ieder geval iedereen die deze maand jarig is, vanuit het café zit. Goed, wij gaan verder in deze dungeon. Waarom ook niet? Oh. Wat een uitleg en tekst allemaal. Ja, we beginnen deze... Weet ik veel welke dag dat het is, want als het goed is hebben we ook nog Terraria afleveringen. Ik weet het niet. sub-level 7. Ik zit al de final floor, ik denk het niet, hè. Deze is echt volgens mij heel erg diep. Dus, hallo. Ik zit hier met mijn controller in de clinch. Hoi. Zo. Oké. Nou, was mij dus zeg... Oh, dit gaat fout. Dank je. Oh boy. Orange Ball Bear. Oké, we hebben daar wit. Ja, daar moeten we dan toch een andere Pikmin voor gebruiken. Ik denk dat ik daar toch geel voor kan gebruiken. Ah, die kleintjes die zitten er ook zo dichtbij, hè. Dit kan gevaarlijk worden. Jij hoort ook bij ons aanvalteam. We gaan het gewoon doen. Aanvallen! Ook hem. Leeft er nog één? Nee? Oké, goed zo. Oh, orange bulborbs. Altijd gevaarlijk. Oké, tik. Concentratie is key. Moet je in deze aflevering met een beetje concentratie. En een beetje van jezelf. Oh! Nieuwe traps! Oh! Falling boulders! Ja! Zoals je... Oh! Golden Flint Beetle! Golden Flint Beetle! Die heeft altijd goede stuff bij zich. Oh, die wil ik hebben. Ik zie daar een rode potion. Heb je nog iets? Nog een rode potion. Golden Flint Beetles zullen altijd ook potions droppen. Dus als je die tegenkomt, dan heb je geluk. Dan ben je echt een heel blij konijntje. Oké, wil jij even meekomen? Maar goed, we hebben dus nu ook Falling Boulders waar we rekening mee moeten houden. Dus zie je een schaduw op de grond. Zorg ervoor dat er geen Pikmin onder staat. Want alles wat op die schaduw of onder die schaduw staat, zal instant verpletterd worden. En zul je dus kwijtraken in je Pikmin team. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. En jeetje, we vallen er hier veel. Oh boy. Dit is een mijnenveld. Pikmin Minesweeper. Oké, heel voorzichtig. Oh boy. Ik ga jou gewoon aanvallen. Daarachter vielen weer heel erg veel traps. Nou is dus het probleem. Je kunt hier rustig overal doorheen lopen. Maar nou is het dus een probleem dat sommige traps alleen maar zich zullen plaatsvinden. Op het moment dat Pikmin spullen aan het dragen zijn. Dus nou moeten we echt heel voorzichtig zijn op het moment... Dat we dus dingen gaan dragen. Dus we lopen hier al eventjes. We hebben weer een weg om te ontsnappen. Maar dat gaan we dus niet doen. We hebben één leaf Pikmin. We hebben daarachter hebben we nog heel veel nectar liggen. En natuurlijk vier red potions. Dus daar zitten we ook wel heel gunstig mee. Laten we hem even in een flauwe veranderen. Kijk, kom eens hier jongen. Normaal gesproken heb je er iets van 20 Pikmin die daar van drinken. Jij mag het helemaal alleen op drinken. Eén druppel helemaal voor jou. Lief, hè? Pikmin 3 hebben ze dat gelukkig gefixt. Tot dus zeg maar, ook al heb je minder, iets minder Pikmin bijtertje. Dus zo, Oké, ik zei geel, dus... De reden waarom dat ik trouwens voor gele ga, dit is een strategie die jullie, als jullie mee aan het spelen zijn, ook wel goed kunnen gebruiken. Is blauw is eigenlijk het enigste team waar je meer
Pokémon. Waar je meer Pikmin voor wil gebruiken. Want op het moment dat je iets door water heen moet dragen, heb je blauwe Pikmin nodig. Heb je een andere kleur Pikmin, bijvoorbeeld geel, die hoeft alleen maar stroomhersens uit te schakelen. Rood hoeft alleen maar vuurhersens uit te schakelen. Dus die hebben niet echt een carry. Ja, of er moet ergens een treasure heel erg hoog in liggen. Nee. Ik vind het niet leuk. Waarom nou? Oh, jeez. Dit is zo niet leuk. Oh, dit is zo niet leuk. Oké, waar zat die treasure? Hallo? Is it me you're looking for? Het is gewoon de schaduw van die treasure, toch? Ik kan hem pakken. Oké. De rest mag hier wachten. Dan ga ik mij even focussen op die potions. Oh man, wat is dit creepy. Oh, wat is dit creepy. Oké, nou hier de potions. Oké, nou, even de kapitein er even dichtbij gooien. Dan geloof me, potions gaan we echt veel nodig hebben. Dus, die witte die wil zo graag meehelpen, zien jullie daar. Oké, nou, in ieder geval, Kevin is nou ook weer een bloem geworden. Oh, ah! Nee, niet tijdens de animatie op het moment! Oh! Kan ik het nou nog doen? Dashing through a bell, 120 poko's, pause alert! Je hebt het verpest, spel, dankjewel. Dankjewel. Die cutscene moest op het moment komen dat ik hiermee bezig was. Dankjewel, spel. Dankjewel. Dus nu hebben we maar 3 posters in plaats van 2. Dankjewel, spel. Dankjewel. Oké, nou, er zit hier dus nog ergens een treasure verborgen. Oké, nou, dan pakken we even ons hele Pikmin team bij elkaar. En dan gaan we heel eventjes zoeken. Volgens mij zit hij dan hier. Oh boy. Gaat niks vallen, hè? Komt daar geen bomgok of iets, hè? Ik ben zo nerveus, jongens. Is dat een yo-yo? Zo te zien is het een yo-yo. Oké. Nou, jullie nemen die yo-yo heel eventjes mee. En dan ga ik hier heel eventjes voorzichtig wachten. En hopelijk komt er geen steen die in één keer bovenop jullie hoofd gaat vallen. Want dat zou natuurlijk heel erg vervelend zijn. Oh. Maar goed, zoals ik dus probeerde net uit te leggen, strategie is blauwe Pikmin, die zullen dingen moeten kunnen dragen door water en daar zul je dus een aantal Pikmin voor nodig hebben. In caves kan ik me eigenlijk niet echt herinneren tot er bepaalde dingen echt hoog lagen. Ja, misschien in de garden tot er dingen hoog lagen. Maar echt, blauwe zul je sneller nodig hebben dan gele. Ligt eraan in wat voor cave dat je zit. Ligt eraan wat voor stroomvijanden dat er zijn. Dus, ja, vandaar dat ik eigenlijk dacht van, laten we die gele maar... Oké, Flame Thriller. Cause this is Thriller. Oké, nou, we zijn in klaar. We kunnen naar de volgende dungeon. Dit level heeft gewoon bijna 8,5 minuut gekost, deze floor. Jongen, zeg. Vraag me af wat de baas van deze dungeon wel niet zou gaan worden. Ik moet er natuurlijk weer om vragen, hè. Oh. Sublevel 8, ik maak me echt zoveel zorgen. Nog steeds niet de final. Of wel, is het de final? Oh, dit is wel de final. Oh, ik herinner me deze. Oh, deze is zwaar irritant. Deze is echt zwaar irritant. Wat we willen doen is, we willen onze kapitein meenemen. Alleen één kapitein. Want deze die, ja, dat zijn wannabe... Birds. En daar wil je dus gewoon simpel één knal tegen geven tegen die vijanden. Met één kapitein. Auw. Dit heeft te maken met het volgende. We hebben namelijk dadelijk weer een queen. Ja, we hebben weer een queen Snolaria. Queen Bulblax of iets in die trend. En die zal dus de hele tijd vijanden uit blijven poepen. Nou, wat we willen doen is, we willen zo snel mogelijk naar ons andere kapitein toe gaan. En dus de paar Pikmin meenemen voor onze bosstrategie. Dan moeten we wel opschieten, want die witte Pikmin, of witte Bulbmin, Bulborbs, weet ik veel...
Die zullen dus de hele tijd door blijven spawnen en daar willen we dus voor uitkijken. Nou, op het moment dat we dus onze kapitein daar hebben, zien we dus zeg maar dat de helft van onze kapitein ook enorm omlaag aan het gaan is. En daar moeten we dus voor uitkijken. Dus dan wil je af en toe een keertje eventjes naartoe gaan om eventjes die vijanden uit te schakelen. Als het goed is, heb je genoeg health, zodat de kapitein genoeg tegen kan gaan. Dus, oké, nou op het moment dat we hier dan voor staan, wij gebruiken heel eventjes een potion en vallen eventjes haar aan. Terug. Kijk, die rolanimatie weer. Tijdens die rolanimatie kunnen we heel eventjes naar onze andere kapitein gaan, die de hele tijd schadeklappen opvangt. En dan wachten we eventjes tot hij klaar is met rollen. Op het moment dat hij klaar is met rollen, gelijk weer de Pikmin erop gooien. Want we hebben nog steeds potion effect op dit moment. Dat is alleen maar gunstig. Oké. Hij leeft nog. We zijn hem niet kwijt. Goed zo. Ga weg. Nou, dit willen we dus zo'n beetje volhouden. Volgens mij heeft het effect niet echt zoveel effect op het moment. Dus we wachten. Oké, nu. Net op tijd. Dan weer terug naar de kapitein. Komt er weer eentje aan. En zo wil je deze baas blijven repeaten. Deze baas zal wel een paar keer tegenkomen. Oh, dat was niet slim. Terug. En dat was dom. Die zijn we kwijt, of niet? Ja, die zijn we kwijt. Ik dacht dat ik klaar zou zijn met rollen, maar dat was hij dus nog niet. Oké, terug. Dat was echt een hele domme fout van mijn eigen. Sorry. Ga jij eens even neer. Ach. Die arme Pikmin. Oké, we moeten dus wachten tot hij klaar nou is met rollen. Oké, is klaar met rollen. Volgens mij is dit de laatste keer dat we hem hoeven aan te vallen. Ja, dit was de laatste keer. Oké, we hebben hem verslagen. Jij kan ook even neer. Voor jou hoef ik ook niet meer bang te zijn. En vinden we een schoen. Het lijkt wel Mario 3. Agile sensors overloading. Approaching outer stink limits. Werkelijk waar, het stinkt. The stench must be emanating from that object. Nou, zo te zien valt dat op zich. Nou, ik weet niet. Het is een gewone schoen. Ik bedoel, Mario die gaat non-stop. Oh ja, nee, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling, jongens. Ik wil eigenlijk mijn Pikmin team eigenlijk hebben. Nee, dat duurt veel te lang. Daarom wil ik dus mijn andere Pikmin team eigenlijk hebben. Ja, wat ik dus zou zeggen is, Mario die zit non-stop in zo'n schoen. En dat is een groene schoen. Dus waarom zou dit zo snel... Ik bedoel, serieus, schoenen die hoeven niet automatisch gelijk één keer te stinken of iets in die trend. Weet ik veel. Oké, nou, we nemen eventjes ons Pikmin team. En... Hebben ze toch dat ding nog meegenomen, hè? Tenminste, dat denk ik. Jullie nemen de schoen mee. Ja, we nemen hem toch mee. 280 zo. Wat een draagkracht. Nou ja, op zich valt het wel mee. Ik bedoel, we hebben deze dungeon niet echt verkeerd gedaan. Nou komt eigenlijk een van de nadelen en ik denk dat het wel in de comments is gevraagd over onze Kevin. Wat gebeurt er met Kevin? Gaat Kevin mee naar de overwereld? Dit wordt nogal sad, want we hebben een schoen. Eerst deze topic even afmaken. We hebben een schoen. Repugnant appendage. Leuk. This object has pockets of air under its surface. It is perfect for the boots I am making. Geweldig. Processing complete. Nano assemblage of the rush boots is complete. Oh, concluded. Oh, goed. Sorry. This nullified wind resistance on circulating air beneath your soles. Oftewel, je zult sneller kunnen lopen en je zult niet weggeblazen worden van explosies. Dit is heel erg gunstig, daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Dus op het moment zullen we dus veel sneller gaan lopen en zijn dus Leaf Pikmin nogal behoorlijk irritant. Maar goed, zoals ik al zei, wat gaat er gebeuren met Kevin? Als we onze Pikmin mee gaan nemen naar de service, zal de Bulbmins zullen gewoon achterblijven. Die nemen we dus niet mee. Dus Kevin, bedankt voor je dienst. Het was leuk je gekend te hebben. Maar wij moet je nu helaas gaan verlaten. Dus. Ik weet het. Het is onmogelijk voor mij. Tot ziens. Mwah. Doei. Dat vind ik echt leuk. Dat vind ik een van de sadste dingen. Dat je er kijkt. Hier, hij probeert mee te gaan. Maar hij kan die sprong niet maken. En gaat er dus. Hij blijft gewoon achter. Het is zo sad. Oh, dat vind ik zo zielig.
Ach ja, we hebben weer 1400 poko's te pakken gekregen. En we hoeven dus nog maar 400 poko's. Dus nou moeten we echt gaan uitkijken met hoe dat wij de dungeon verder nog ingaan. Oké, we hebben dus alles gehaald. We hebben 3 Pikmin verloren. Eigenlijk officieel gezien maar 2. Maar op een of andere manier zijn we een paarse kwijtgeraakt waarvan ik nog steeds niet weet hoe dat gebeurd is. Of ik moet het dan nog terugzien in het editen. Dat weet ik dus niet zeker. Maar komen we terug in de Valley of Repose. De naam die ik in de vorige aflevering niet meer kon onthouden. Nou, we hebben nog maar iets van 8, 7 seconden. Dus we zouden kunnen proberen te rushen naar die ene dungeon toe. Maar aangezien dat we toch weer nieuwe 90% van depth recovered. Aangezien dat we nog maar 6 seconden hebben en tot ik toch weer de team... zou moeten veranderen, denk ik bij mijn eigen dat het hier wel eigenlijk mooi bij is geweest. En dat we gewoon de timer af laten tellen naar veilige nul. Nou zit ik met het probleem. Op het moment dat wij dus de volgende dag hier weer terug gaan, want dat is zeker de bedoeling omdat we hier nog een cave hebben en nog een paar treasures, moeten we gaan kijken hoeveel zijn de treasures waard. En voordat wij die 10.000 poko's halen, moeten wij die cave in. Dus dan moeten we, ja... gokken gaan nemen. Want ik weet uit mijn hoofd zijn er nog... Uit mijn hoofd ken ik 3 treasures zo uit het hoofd te vinden. Waarvan eentje best wel veel waard was. Dus ik weet het niet zeker. Maar aan de andere kant kunnen we dan onze nummers increasen. En hebben we weer een dag dat we weer eventjes aan potions en alles zouden kunnen werken. En waarom zat daar een fiery blow... Nee, niet fiery blowhawk. Fiery ball bear. Bolboard. Weet ik veel hoe dat heet. Maakt niet uit. Dus we moeten eventjes kijken hoe dat we dat bij de volgende dag gaan doen. Maar als we dus gaan kijken bij de funds die we dus compleet hebben. Wow, hebben wij veel gehaald in 1 dag weer. Dit zijn de dagen, daar ben je blij om. Het enige nadeel is, we zijn ook best wel veel Pikmin kwijtgeraakt. Nou, hoeveel Pikmin zijn we nou... Oké, rood zijn we... Ja, dat komt omdat we die getransformeerd hebben. Want we hebben de gele hebben we flink omhoog geworpen. We zijn 1 blauwe kwijtgeraakt. Maar dan vraag ik mij af... 1 door poison? Ja, dat klopt. Maar hoezo 2 door battle? Ik weet dat we er eentje kwijt zijn geraakt door Queen Ballblacks, maar waar is die andere dan in battle dood gegaan? Toch door zo'n ballet bloempaste? Ik weet het niet. Moet ik echt terugkijken in de editing. Nou ja, op zich, zoveel dagen, pas 24 Pikmin kwijt, dat is niet echt zo erg. Today, I tried building a small room at the top of a tree. It reminded me of my younger days, when I lived in a little shed. Those memories help make this bearable. Dude, serieus. Hou het nog 1 dagje vol. Je hebt 9 dagen tot je dus... Och, 9 dagen, dat valt toch wel mee? Oké, dan heb je natuurlijk heel veel teksten tot je het zo lang mogelijk uit kunt dragen. Want serieus, je hebt geen tijdslimiet. Maar dus... Nee, ik snap het niet helemaal waarom dat hij er zo'n punt van maakt. Maar goed. Heb je dus een leukste momentje of vragen of opmerkingen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter voor Kevin die we achter hebben gelaten in de Frontier Cavern. En dat hij daar nou helemaal in zijn uppie zit in de darkness zonder treasure, zonder iets. Helemaal in zijn uppie. Ja, zo zielig. Laat een like achter voor die troeper. En ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. En met dat gezegd te hebben, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Jongens, jullie zijn geweldig. Dus... ja, tot de volgende aflevering. Kan niet weg genoeg zijn.